Yo mensen, welkom weer terug bij een nieuwe video. Mijn kanaal eindelijk. Ha, tering. En als allereerste gaan we beginnen met een sorry. Want ik heb al anderhalve week geloof ik zoiets niet echt opgeload volgens het schema. 2 weken om precies te zijn. Dat is echt slecht. Dus mijn excuses. Laten we daarmee beginnen. Maar vanaf vandaag gaan we het weer oppakken natuurlijk. Het schema gaat gewoon weer verder. Komen we misschien op begin kort een nieuwe verandering in het schema. Maar we gaan gewoon weer verder met het schema. En we gaan er gewoon weer tegenaan. En we gaan gewoon weer rocken. Dus natuurlijk op de maandag de Rotjoch vlog. Dit moment zondag. De dag voor eigenlijk de maandag. Het is altijd zondag voor mij. Die van eigenlijk de video. En ik ben net teruggekomen met van een uitje in Utrecht. Met allemaal mods van mijn nieuwe Minecraft server. En ik heb namelijk een Minecraft PvP server gemaakt. Een faction server. En daar ben ik de laatste tijd dus heel erg druk mee bezig geweest. We hebben 2 weken. Lang hebben we echt keihard nog bouwen, mijn bouwers tenminste, ik zelf niet zo heel veel. Maar elke avond ging ik echt, ik ben elke dag aan werken. En als ik thuis kwam, meteen door naar die faction kijken, op die server, kijken of alles werkt, of alles goed zat, of alles meewerkte. En ik heb gewoon fucking reet druk gehad en ik heb 1 vrije dag gehad en die heb ik gebruikt voor mijn verjaardag. Want ik ben jarig geweest, zoals je kan zien. Ben ik jarig geweest, 23 jaar oud geworden. Ja, ik had gewoon vet druk, weet je. De smoesje gebruik ik normaal nooit. Maar dit keer, dat is gewoon heel druk. En dus ik voelde me ook niet zo chill erbij om video's te maken. Maar dat ga ik gewoon weer oppakken. Awesome voor degenen die zijn blijven hangen. En degenen die weggegaan zijn, fuck you. Maar vanaf nu ga ik het inderdaad weer oppakken. Het belangrijke is inderdaad gewoon dat ik ook een nieuwe dus PvP server gemaakt heb. Een faction server. Hou je van factions, hou je van PvP. Kom op mijn server, play.heropvp.nl. Het is echt een hele... Wat jij nou weer? Je vindt het zeuren, jongeman. Tom, ik ben iets aan het uitleggen. De kijkers. Ja, ik weet dat je graag aandacht wilt, Tom. Ja. Ja, ik was aan het uitleggen. Ik was gewoon aan het uitleggen. Dan gaat hij weer erbij komen. Ja. Nou, in ieder geval, ik heb dus een eigen faction server gemaakt. En die gaat hartstikke lekker. Helemaal vol altijd. Er kunnen maar 100 slots op. Dan gaan we binnenkort weer vergroten. Want het is echt... Veel mensen willen veel graag spelen dan ik had verwacht. These games heb opgenomen vandaag op mijn server. Kwam ik achter. Hartstikke leuk, hartstikke awesome. Wat wil je nou? Tom? Doe eens lief tegen de camera, hè? Nou, goed. In ieder geval dus, ja, dat vind ik dus heel dope. De server gaat lekker. play.heropvp.nl. En nogmaals, naar mijn excuses. Morgen komt ook gewoon weer de eerste faction video online op die server. Binnenkort komt er ook een wipe aan. Dat betekent dat we inderdaad vanaf nu weer gaan beginnen. Iedereen een eerlijke kans hebt. Iedereen weer even sterk wordt. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. En dat is eigenlijk waar ik de vlog een klein beetje mee moet afsluiten qua nieuws. Want dat was eigenlijk het nieuws natuurlijk. Mijn server waar ik fucking veel tijd in gestopt heb. Die is dus even het belangrijkste nieuws voor vandaag. Nou, daarna heb ik vandaag eigenlijk voor het eerst heel veel een paar kijkers ontmoet. Of een paar eigenlijk mods zijn het van me geworden. Mods van mijn server heb ik ontmoet. En daar zijn we een film geweest, een TED 2. Hele leuke film trouwens. In Utrecht was hartstikke leuk. En voor mijn verjaardag heb ik ook een cadeautje gekregen voor 1. En het hele leuke sushi pakket. Dus als je kijkt, Sarah, hartstikke bedankt nogmaals. Ik ben echt super blij mee. Ik vind hem echt heel leuk. Het is echt een heel leuk persoonlijk cadeautje. Heb ik helemaal niet gehad dit jaar. Iedereen komt geven alleen maar geld. Maar dit is leuk en persoonlijk. I love it. Thank you. Alright, daar wil ik eigenlijk de vlog mee sluiten. Dus hou je een beetje van factions. En vind je dat leuk? Kom dan naar play.heropvp.nl. Dat is ook een teamspeak. play.heropvp.nl. Waar je ook andere mensen kan leren ontmoeten. Waardoor jouw faction nog beter wordt. Dus kom daar vooral op. Kom lekker met mij praten daar. En kom lekker met me spelen. Alright mensen, ik zie jullie graag in de volgende video morgen dus. Dus nogmaals, dankjewel. Mijn excuses dat ik dus inderdaad niet aan mijn afspraken gehouden had. Niet aan mijn... niet aan mijn schema heb gehouden. En de faction server gaat alles open. En voor iedereen, play.heropvp.nl. Bedankt voor het kijken mensen. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. Ik zie jullie weer in de volgende video. En die is natuurlijk morgen. Peace.